ben Steven, dit is... Ik ben Eddie. Eddie. Vandaag zitten we in Marcoussin, Frankrijk. Het is redelijk groot, 13 hectare, ongeveer 4 meter en half diep sommige plekken. We zijn hier vandaag aangekomen en ja, toch 4 uurtjes rijden van Gent. We hopen hier het een en het ander te vangen. We zien wel, het is hier redelijk goed weer, redelijk warm. We hopen dat het wat minder wordt, want het is een beetje te. En hopelijk een goede vangst, hè? Juist, Eddy? Juist, hè? Ja, juist, hè? Daarvoor komen we natuurlijk, hè? Wat lief? Dus stop naar ze bijten, hè? Bijten? Ja, happen, happen. Eerste spiegel geland. Om en rond de 18 kilo. Mijn eerste spiegel van het jaar. Straks een fotootje trekken. En hem gewoon laten gaan. Eerst een beetje laten bekomen, want hij is nogal redelijk wild. Hoe lukt het nu? De 5 uur 's morgens. Hallo beste karpervrienden. Goedemiddag. Middag. Vandaag zijn we zondag. Het is hier redelijk warm. 29 graden. Veel te warm. En die is wie dan duurt? Dat is ook zoiets. Gisteren was het niet te doen als we toekwamen. Maar we hebben al een mooie vangst gehad. Ik een karper van 18 kilo, de spiegel. En Eddy in de meerval. De eerste in zijn leven in de meerval. Ja, meerval ja. Mooie vangst, mooi vis. Mooi beest. Niet al te groot, maar het was een mooi vis. Hè. Aangename verrassing. Op wat is het goed? Ja, het is dat. Het is vis, hè. Het is vis. Het is redelijk kalm nu. Beetje wind. Dat is duur. Het schijnt dat vanavond gaat omweren. Dus in Frankrijk kan dat altijd hevig zijn, onweer. Het noorden toch? Ja, het noorden toch.
Dus ik heb er wel een goed oog op. Met de vangst die we al gehad hebben. Gisteren was het kalm, ja, de eerste dag. Dat is bij iedereen zo een beetje, denk ik. Ja, mensen, juist, hè? Ja, dat is sterk. Ja. Mensen proberen. Ja, voor dat voor. Maar kijk, hè, we hebben toch al twee kunnen vangen. Ja, we hebben al twee kunnen vangen, hè. Dus. Komt goed, komt goed. We hebben nog een week te gaan, hè. Ja. Zijn we nog maar een dag? Ja. Alleen de tweede dag is het. Maar ja, de tweede dag. Ja, ja. Dat je wel daar, ja. Ja, hier aan hier sta je de voorbereiding en daar alles heel aan, dus van versen kunt u er niet meer in. Dus ja. Komt dat maar goed, Eddy? Ja, weet niet. Komt dat maar goed. Tot de volgende! Doei! Het thee! Verhit het! Oei, Steven! Douchen. Hier kunnen we ons lekker douchen. Daarnet zeggen jullie de wc, dat weet iedereen. Iedereen kent dan wel de wc. Dus dat ziet er wel goed uit. Morgen gaan we dan een keer uitproberen.
Dat was dan de sanitaire. Beste karpervrienden. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag zijn we maandag. Vannacht redelijk zware nacht gehad. Wat aanbeten gehad. Serieuze messen. Kwijtgespeeld langs de kant, denk ik. En het wier. En veel wier aan mijn lijn gehad. Kilo's. Kilo's. Ja. Het was de moeite. Ik heb ook nog een meerval bij zijn lurven kunnen nemen. Misschien al, oh ja, het was een mooi beest. Ook de eerste keer in mijn leven, een meerval. Het zit er hier wel op, het schijnt. We zien wel. Maar toch liever karper. Juist, ja. Veel liever. Veel liever karper. En sportiever. Ja, het is sportiever. Daarvoor komen we eigenlijk naar de Marcoussin, Frankrijk, om karper te vullen. Maar ja, we hebben nog tijd, hè. Zo met je. Ja, tasje koffie hier. Bak je koffie, altijd lekker. En daarachter dan bij hem? Volle bak. En daarachter volle bak, hè. Eerst een boterham eten, hè. Eerst een boterham eten. Dat is een feit. Het was redelijk vroeg van de morgen. Vroeg. En vannacht ook. Om 11 uur die de messen gehad. En het was 1 uur tegen. Dat alles weer op zijn plaats en orde stond. Dus het was in orde. Nee. Een halve aanbeten gehad. Dat had ik. Toen ik kwam naar hier. Het was weer. Dan met het meld dan. Ja. Dus ja. We zien wel nog wat dat brengt. Tot de volgende. Doei. Thank you.
water. Hier. Kijk je naar mijn gezijde? Wat gezijde? Wat er aan dicht? Ik weet niet waar de woord aan. Toch van die groep dit stuk. Ja. Déranger, c'est bien ici le Marcusson. Oui. Comment on fait pour faire le tour? Oh, le tour était tout. Désolé. Non, je veux voir des amis là-bas. Il m'a dit numéro 3. 3? 1, 2, 3. Et tout, là. La porte? Oui. Oh, okay. D'accord, merci, excusez-moi. Merci, c'est gentil. Bonne feu, merde. Bien. Yeah. Meer val 13 kilo, 15 kilo. Nou, beste karpenvrienden. Hallo. Vandaag zijn we dinsdag. Het is nu 6 uur, 's avonds. Het is redelijk rustig vandaag. Juist vanmiddag hebben we nog een meerval bij zijn lurven kunnen nemen. En vanmorgen heeft Eddy een steur gehad. Om 5 uur 's morgens. Mooie vis. Proficiat Eddy. Mooi, dank je Stevie. En nog wel te knurren, maar je hebt ook gevangen.
Jamde. Jamde aan die lijn, dat is juist. Jamde aan de lijn. Jamde. Ja, jamde. Dat oud. De mooie beest. Ik denk rond 15 kilo. Ja, zoiets. 13, 15 kilo was het. De eerste keer dat we steur vangen. En we zijn een mooi beest. Juist, hè? Goed voor de verschillende. Ja, ja. Alleen is voor de vers. Dus ja. We gaan dan terug de nacht in. En we zien wel wat dat brengt, hè. Het is redelijk goed weer vandaag. Gisteren was het wat minder. En we hopen toch dat we terug heen vangen. Eerste stuur. Marcassant. Derde nacht. Een beetje lang moeten wachten, maar toch gelukt. Eddie heeft hem gevangen op een boelie. We gaan hem straks een keer in zijn handen nemen en een foto van pakken. Mooi beest.